Hallo allemaal. Sinterklaas is weer in het land. Dat hebben we allemaal kunnen zien. Laten we eens strooigoed gaan tekenen of iets wat met Sinterklaas te maken heeft. Doe je weer mee? Ja, Sinterklaas is weer in het land. Strooigoed. Laten we eens strooigoed gaan tekenen. Nou, hoe teken je nou strooigoed? Ja, hoe ziet dat eruit? Nou, dat zijn in ieder geval de pepernoten. Een pepernoot. Ziet er eigenlijk een beetje zo uit, zo. Nou, misschien een beetje schaduw geven, zo. En, ja, zo. Ik denk dat we dat zomaar een beetje moeten doen. Een pepernoot. Ik teken hem nu wel erg klein, maar ja, er moet natuurlijk nog meer strooigoed bij. En wat ik laatst miste in het strooigoed, wat ik zag, waren die suikerlettertjes, zeg maar. Ken je die? Zo, en dan, het zat er dan op, een X bijvoorbeeld. Zo. Je hebt een beetje relief natuurlijk. Ja, je hebt natuurlijk de schuimpjes, hè. De grotere pepernoten. Het zijn meer van die brokken zo. Zo, je kan natuurlijk ook wel wat schaduw aangeven aan één kant, zo. Op de grond natuurlijk. Pepernoten. Tumtummetjes. Oh, die vind ik altijd zo lekker. Tumtummetjes. Die zien er een beetje dan zo uit. Ik vind die altijd erg lekker, tumtummetjes. Nou, tumtummetje. Wat zit er? Oh ja, schuimpjes. Nou, laten we eens een schuimpje tekenen. Zo, deze zit er eigenlijk altijd wel in, zo. Zoiets is dat ongeveer. Sinterklaas met zijn meid erop. Dat is een van de schuimpjes dan. En het schuimpje heeft natuurlijk ook nog wat relief. Zo. Schuimpjes, ja. Ja, wat heb je nog meer waar het strooigoed zit? Ja, je hebt natuurlijk ook chocolademuntjes, al zitten die niet vaak in het in de zak met strooigoed. Maar het is wel leuk bijvoorbeeld om in je schoen te krijgen, chocolademunt. Ja, doe maar even een euro. Zo. 1 euro munt. Nog meer strooigoed. We gaan die pepernoot nog eens even wat beter tekenen. Want hoe teken je nou zo'n pepernoot? We gaan hem iets groter doen. Zo. En daar zitten zo wat barstjes in. Het heeft natuurlijk gerezen op de bakplaat. Nou, en dan de schaduw. Zo. Dus dan heb ik ook een andere stift nodig, want deze is een beetje oud alweer, denk ik.
Nou, dit is een wat betere pepernoot, zo om te zien. Oh ja, vergeet het bijna. Wat zit er ook vaak in bij het strooien goed? De hartjes, hè? Met zo'n tekst erop. Zo. Nou, die... ook van suiker natuurlijk. Wat dat betreft is het... voor je tanden is het niet goed, hè? Al dat strooien goed. Ja, trouwens voor je buik ook niet. Laat ik dan maar gelijk eerlijk zijn. En je kan er ook echt misselijk van worden als je er te veel van eet. Nou, verzin zelf nog wat strooigoed en dan zie ik jullie morgen in de volgende video. Tot morgen!